Want de volgende vraag is... een deel van de gemeente komt uit een kerkelijk reformatorische traditie waarbij zij het gevoel hebben dat het bevrijd is zijn. Ervaring leert dan wel dat men wel uit de traditie zijn, maar dat de traditie nog niet uit de mensen is. Met name de passieve houding tijdens diensten. Hoe om daarmee om te gaan? Je hebt ook nog de andere vraag hier wat ik zie, dat is hoe voorkom je een duiventil effect in een kerkelijke omgeving? Hoeveel mensen vliegen in en uit zonder zich te commenteren? Ze blijven dikwijls een beetje consumeren. Nou, wij hebben heel duidelijk het besef in onze hart dat mensen moeten heropgevoed worden. Dus alleen al als je aan gezagsdenken gaat denken, dan even kijken, waar is die pen? Ja. Waar is die pen? Dus als je alleen al aan gezagsdenken gaat denken, dan heel veel mensen denken zo. Of anderen denken zo. Dus als je zondagochtend naar de dienst gaat kijken en je ziet al die kopjes. En je ziet, oh, daar zit zo iemand. Dan zie je, oh, we hebben bezoek te horen. Weet je wel? Mensen die denken wat anders. Ja, weet je? Dus wat ik probeer maar te zeggen, dan moet je geleerd. Dus wij geven mensen de kans om aan te komen, dat ze kunnen kijken, is dit iets voor hun? Wij maken heel duidelijk, God moet toevoegen. Ja? Dus wij zitten niet te kijken, kom maar het is zo. Als je net begint, dan komen er mensen en die willen soms heel vaak hun stempel erop drukken, maar wij gaan dus heel duidelijk zeggen eerst, voordat ze bij ons kan aansluiten in die zin, we komen nog daar ook verder bij een vraag over lidmaatschap of hoe we dat zien, maar doen wij visiestudies, wat willen wij, wat stellen wij voor als gemeente, wat willen wij, kan je jou hierin vinden? Want mensen moeten dat ook doen, voordat ze, maar ze kan een tijd gewoon zeggen, kom maar gewoon, geniet gewoon. Je bent op bezoek bij ons. Zei hij. En als dat niet bij mensen komt dat ze zelf voelen, ik voel dat God mij hier toevoegt, dan heb ik er ook niks aan. Snap je? Dus dat laat ik helemaal over aan God. Ik ben helemaal, want ik heb geleerd, en in het begin als je gemeen is, dan ben je zo blij dat die komen. Maar als God ze niet toevoegt, dan weet jij na 3 maanden niet hoe gauw jij ze weer kan wegkrijgen. Ja? Dus dat moeten we echt aan God overlaten. Dus om een traditie uit die mensen te krijgen, hebben wij ook... Wij zijn van het begin van... Wij hebben toen ons zendingsschool hebben we deel van ons gemeente gaan maken. Dus wij hebben een bijbelschool in de gemeente, wat je in de eerste jaar kan volgen. En het is iedere tweede week en af en toe ook op een zaterdag. En ik kan echt zeggen 90%, nou goed, er zijn ook nog weer heel veel mensen bijgekomen, dus dan gaat het eerst 85 misschien of zo, want dan moeten ze eerst weer allemaal naar de bijbelschool. Maar de meeste mensen van ons, die gaan door de bijbelschool. Die maken, en ik kan zeggen, in 18 jaar van ons hebben we nog nooit een theologische probleem in de gemeente gehad. Nog nooit. Soms onbekend. Dus, en omdat jij gaat gewoon, omdat je de koppen allemaal in dezelfde richting wil krijgen door die bijbelschool. En dus voor sommige studies, wij denken, dit zegt niet dat we allemaal precies dezelfde denken. Want wij zijn niet een vereniging. Wij zijn van gelijkdenkende mensen. Wij zijn een organisme en dus functioneren we als familie. En in een familie heb je soms meningsverschillen of niet? Ja, dat kan. Dat kan. Dat is mogelijk. De een kan misschien zo over de eindtijd denken en de ander zo. Wat wij voor als oudsten, wat wij voor... Wij hebben natuurlijk als mensen dingen, bepaalde hobby's wil gaan leren in de gemeente. Dan moeten wij zeggen, is dit iets wat wij als oudsten voor verantwoording kan nemen? En anders zeggen we, nou kijk, jij mag die opinie wel hebben, maar wij willen niet dat jij dat hier bij ons leert, want dat is niet hoe wij dit zien. Maar jij mag hem wel hebben. En dan heb ik niet over bijbelse waarheden, dat de Bijbel is Gods woord, alleen door Jezus, wederom geboorte, daar heb ik niet over. Maar over die hobby's, soms iemand over Israël zo denkt misschien, of de een over het andere. We gaan niet daar zo... Natuurlijk, we hebben bepaalde dingen die wij leren, wat we duidelijk hebben. We gaan zeggen, laten we samen naar de Bijbel kijken, en op het eind van de dag gaan ze toch zien dat ze het niet goed hadden. Maar dat maakt niet uit. Of ik ga het zien. Ja? Dus wij mogen samen gaan groeien. Eddie. Ja. Geloof je de meeste mensen waar je nog gemeente in je kerkelijke achtergrond
grond of komen die helemaal uit de wereld? Nee, bij ons komt vele. Ja, we hebben een deel van mensen die. Nee, de meeste hebben niet een kerkelijke achtergrond. Dat is nogal een verschil met de achtergrond van de meeste mensen. Die... Ja. Ja, want het is natuurlijk. Ja, ja, dat is zo. Maar... Nee, maar goed, maar ik denk je moet dat tot je voordeel gebruiken. Je zegt, je weet al zoveel, maar weet je wel, maar laten we nou zeggen, je gelooft in de Bijbel, dus maar wat staat in de Bijbel? Weet je? Dus ik denk van als wij gedegen cursus gaan doen, en zulke dingen, dat je heel veel van die dingen kan oplossen. Ik denk het probleem ligt nog ergens anders. In dat, weet je, iedere volk heeft sterkten en zwakten. En men zegt soms, de Duitsers, die zijn heel degelijk. He, dat is zo. Kijk, ze bouwen Mercedes, Audi's, alles degelijk. He, maar daardoor zijn ze minder flexibel. Iets moet eerst grondig getest worden of het werkt of niet. En ze zijn meer volgzaam. Als je eerst hun vertrouwen hebt gewonnen. Ze zijn natuurlijk door de geschiedenis teleurgesteld in leiderschap. Dus dat moet je eerst winnen. Maar in Nederland is vreselijk gezellig. Nederlanders drinken lekker koffie. Weet je wel, Nederlanders houden van kleurrijk. Ze houden van om de zwakken te helpen. Daar houden Nederlanders van. Dat is overal bij hulporganisaties. Ik weet niet of er een land is die zoveel doet en zulke dingen. Maar Nederlanders die vinden ook dat iedereen zijn opinie net zo belangrijk is als de zijne. Dus of iemand nou net bij de gemeente komt of iemand nou al jaren een leider daar is. Dus dan wordt een sterkte wordt weer een zwakte. En kijk, wij moeten niet naar Duitse cultuur hebben. Wij moeten ook geen Nederlandse cultuur in de gemeente hebben. Wij moeten goddelijke cultuur hebben. En heel veel is daarom, hoe ga je om met gezag? Hoe ga je om met gezag? De Duitsers hebben minder problemen daarmee. Ze hebben meer problemen dat ze moeten met het leven van God, wat spontaan is en wat... De Nederlanders kan weer makkelijker daarmee misschien omgaan, maar met gezag. Ja. Wat vind je dan moeilijk met gezag? Wat vind je moeilijk? Ik weet niet, ik heb soms de idee dat in de Bijbel zie je dat God spreekt een volk en een stad vaak als een persoon aan. Dus ik geloof dat iedere land heeft ook eigenschappen en ze passen allemaal uiteindelijk in Gods plan. Ja, met hun sterkte. Maar ik denk dat Nederlanders in die zin echt meer met vrouwelijke waarden, zeg maar, gevormd zijn. Zoals gezelligheid, zoals creativiteit, zoals kleiner denken. Weet je, Nederlanders zal, kijk, zal zeggen van, je zegt ook, ja, we willen geen grote mega gemeente worden. Nee, liever laten we klein, terwijl de Duitsers, laten we groot zijn, succesvol, weet je wel. Die zijn mannelijk georiënteerd. Snap je? Maar dat omgaan met gezag in de Nederlandse hele samenleving, Mark Rutte die gaat op de fiets. Het is niet denkbaar om Angela Merkel op de fiets te zien in Duitsland. Dat zou ze zeggen, ons land is naar de afgrond. Dat is wat zij zal denken, weet je? Duitsers denken niet zo. Kijk, Nederlanders hebben bij de kerken, dat zie je in de kerk ook hoor, over de predikers en zo, ze hebben echt veel vaker de houding, heren, hou u ze nederig, wij zorgen ervoor dat ze arm blijven. De Duitsers denken niet zo. De Duitsers wil, als je iets daar neerzet, wil ze zien dat het werkt. Weet je, God heeft mij zeker al 3 keer in mijn leven, ik arme zendeling met een koffer in mijn hand, ik heb geen geld, heeft God mij zeker al 3 keer een auto gegeven. Een mooie auto waar ik de casco risicoverzekering niet van kan betalen, omdat ik de geld gewoon niet heb. Maar een hartstikke mooie auto. Waarom? Omdat ik in Duitsland woonde en de Duitsers die kijken daarna en die denken, weet niet wat hij doet, maar wat hij doet het werk. En onmiddellijk hebben ze meer interesse. God heeft ons een gebouw gegeven. Jij hebt mijn boek gelezen, die verhalen. Hè? Een gebouw gegeven. Gaf ons een ingang, een pui. Nou, uit eikenhout heeft iemand voor ons ingebouwd. En dan kom ik bij de dokter. En zeg ik, oh, wat doe je zo tegen die gemeente? Oh ja, met die mooie ingang daar. Onmiddellijk de Duitse gedachte. Dit werk. Stoelen kopen. Ik geef je een voorbeeld. In Zuid-Afrika... Zal je die witte, wat je ook in de tuin kan gebruiken, die witte stapelstoelen, weet je wel? €5 per stuk, zeg maar. In Nederland zegt ze, nee. Je moet met die staal, maar je moet wel een beetje... Nou, dit is al echt ietsje moderner. Die plastic kuipjes waren ook nog wel goed, hè? Wij gaan stoelen kopen als gemeente.
wij zijn 50 man. Of 30 man eerst, waren we toen. Ik zeg, we gaan stoelen kopen. Ik zeg, maar we moeten nieuwe stoelen kopen. Maar ik zeg, ik wil geen 50 kopen. Ik wil dat iedereen ook één koopt voor iemand die nog gaat komen. Dus laten we 100 kopen. Staat een van die Duitsers op en zegt, Eddie. Hij zegt, wij vinden het allemaal goed en wel. Maar niet die kuipjes, die dingen en zulke dingen. Hè. Wij willen stoelen hebben met een houten dingen met een kussing voor de rug. Maar die kosten gelijk €55 per stuk. Ik zeg, die kosten 55. Ja, nee, dat weet ik. Ik betaal de helft van al die stoelen. Eén collecte, alles betaald. Wij zitten nu, met die stoelen, zitten we nu 16 jaar verder. En toen we hebben later nog een 100 erbij gekocht. Hè? Maar ze lijken nog steeds nieuw. Dat is het verschil. Zie je? En dat is een denkwijze. Nou goed, ik zeg niet, in sommige gevallen is de een goed en anders is de andere goed. En jij zegt ook dat met het uitzenden van mensen, dat een Hollander veel meer voor ontwikkelingswerk geeft. En ja. Nou, de Duitsers beseffen ook veel meer dat wij moeten ook hier een degelijke gemeente bouwen. Het moet stevig en het moet goed en het moet geregeld zijn, weet je? Kijk, de sterkte van de Hollanders is dat pioniers zijn. Die zijn de hele wereld overgegaan, want ze dachten, waar is een centje te verdienen? Weet je wel? De Duitsers zeggen, geef je een Hollander een hand, moet je eerst je vinger stellen, weet je wel? Maar die Duitsers die denken dan wel mooi, nou laat ze maar allemaal, ik betaal wel, ze mag wel goede deals, maar ik verkoop ze straks een Mercedes en dan heb ik mijn geld weer terug. Weet je, dus, maar wij willen hemelse cultuur. Ik denk als God heeft al de volken, dat was zijn idee, al die volken. En hij brengt, als God dat allemaal samenbrengt, gaan we prachtige gemeentes krijgen. Prachtige gemeentes. Maar een punt, arbeider is een loon waard. Weet je, ik zit niet in dit werk voor geld. Dan ben ik registeraccountant gebleven. Maar dan heb ik 10 keer verdiend wat ik nou verdien. Ja, dat is, maar ik ben wel ervoor dat werkers voor God een loon krijgen wat ze waard zijn. En geen hongerloon. Weet je? Want ik wil een staat zijn om mensen, om artsen, om anderen te vragen, ben je bereid om je beroep op te geven? Tandarts of goede zakenman die een goede bedrijf, ben je bereid om dat op te geven? En dan wil ik niet zeggen, nou ga je leven van 1500 van een uitkering, net €100 boven de uitkering. Ja, maar dat is Nederlandse denken. Dat is Nederlandse denken, maar dat is niet, dus ik geloof niet dat dat goddelijke cultuur is. Ja, dubbel loon. Nee, maar goed, dat zijn verschillende factoren. Je moet kijken, wat verdienen mensen die daar wonen in die tijd? Wat is de inkomsten van de gemeente? Met zulke dingen kan juist een apostolisch team helpen van buiten, dat je niet het van binnen hoeft te betalen. Dan wordt het niet door jezelf vastgezet. Hoeveel werkers hebben jullie voltijd betaald? Wij hebben op dit moment in de gemeente 2 voltijdse oudsten. Wij hebben 2 andere oudsten die werken uit eigen wil deeltijds. Maar die worden er niet voor betaald. Dan hebben wij 1, 2, 3, iemand met een halve baan die op de kantoor zit, een soort van PA, een personal assistant ook voor mij en voor ons oudste team. We hebben secretaresse 1 ochtend in de week betaald. En dan wat vrijwilligers. In Duitsland kan je ook een vrijwilligerssysteem opzetten, waardoor ze zakgeld van de regering krijgen. Hoe beweeg je nou de gemeente tot nou kijk, wij doen het nog steeds op zekere zin uit geloof, dus wij praten er niet vaak over. Maar wij hebben de mensen geleerd dat de tiende geven is voor arbeiders, is niet voor gebouwen. Is voor arbeiders. Net als in de Bijbel. Daarvan werd de Leviet uiteindelijk betaald, ook van de tiende. In theorie, als je 10 gezinnen hebt die volledig een tiende geven, want iemand zegt is, geef ik van de netto of van de bruto? Nou, wil je de bruto zegen of wil je de netto zegen? Ja, dat is heel makkelijk. Ja. Dus, ja. Ja, maar wat ik denk, wat men niet beseft, men geeft hiervoor ontwikkelingswerk, je geeft daar, maar het hoort eigenlijk in de gemeente. Eigenlijk heb je nog niks gegeven als je je tiende hebt gegeven, want dat behoort aan God. Daarbovenop kan je offer anders geven. Dus wij gaan de mensen gewoon van het begin leren. Dit is wat wij geloven, maar wij laten het vrij. We laten het aan mensen vrij of ze het doen of niet. Dus, ja.
Maar ik beweeg af en toe. Kijk, als ik nu. Ik heb eigenlijk. Want wij zijn begonnen met geen salaris. En toen na een paar jaar kreeg ik €300 per maand. Toen €700 per maand. Op een gegeven moment gaf God ons een huis. Toen moesten we wat meer krijgen, anders konden we die huis niet kopen. Hè? Maar ik heb nu pas na 17 jaar. Vorig jaar, sinds het vorig jaar, ik denk maart of zo. Krijg ik nu. Een salaris, maar goed, maar ik heb nog steeds gezegd, doe maar 90%, of, want ik wil ook nog andere plaatsen spreken. Maar wat een Duitse voorganger zou krijgen. Maar de realiteit is, als ik nu met pensioen ga, krijg ik €300. Dat is natuurlijk ook, maar daar vertrouw ik God wel voor. Snap je? Ja, maar dat is alleen bij staatskerken. Dat is niet bij vrije gemeenten. Okay. Dus die zijn alleen met giften. Dat is, en dat is een groot probleem in Duitsland. Want daardoor zijn de predikanten, heel veel zijn sociale werkers geworden en niet mensen met een roeping, want de staat betaalt hen. Maar, ja, wij zijn een beetje van de vragen afgegaan. Oké. Goed. Dus om mensen om de traditie uit te krijgen en vanuit die passiviteit, hè, dat heb je nog meer bij de Duitsers, moet ik zeggen, dan bij de Nederlanders. Maar wij gaan dus mensen leren met die Bijbelschool, wij gaan het oefenen, wij gaan bemoedigen in klein groepen. Beginnen door we zitten, nou, laten we even voor elkaar bidden. Bid voor de persoon naast je, gewoon bid voor... En daardoor beginnen mensen in klein groepen en ineens hè, dat je meer vrijmoedigheid leert. Want jij wil naar de priesterschap van alle gelovigen toe. Oké, hoe kan jij... In het begin kan het, bid voor de persoon die naast je, in het begin kan dat erg... Confronteerd zijn, natuurlijk. In het begin kun je zeggen, nou wie durft het? Niet alleen zeggen, nou ik ga bidden voor hem, als leider. Maar ik zou ook iemand voor die tijd gaan zeggen, als het nog een klein zegt. Zeg, zij, ik zou graag vanavond, dat we voor dit echtpaar, zij gaan ergens naartoe bidden. Zou jij met mij wel meebidden? Iemand die het nog nooit heeft gedaan. Dus een waarschuwing, dat je niet, hè, snap je, maar stapjes. En de volgende keer, nou, je hebt het zo geweldig gedaan, 5 minuten voor de tijd. Vraag even, weet je wel? En volgende keer, ja, je doet zo goed, ja, jou kan we spontaan vragen. Volgende keer, nou, kan jij weer iemand anders vragen? Ja, we moeten gewoon bewust, wij moeten daarmee bewust bezig zijn. Ja, voortdurend. Oké. Hoe kan je met elkaar... die nieuwe kerkplan, Gods stem verstaan. Hoe krijg je meerdere broers en zussen tegelijk voor iets bidden en dan een antwoord krijgen? De volgende vraag die bij past, je spreekt in het boekje Reformatig over vasten en gebed. Welk belang heeft vasten? Hoe doe je dit praktisch? Nou, ik denk Gods stem verstaan juist door vasten en gebed. Dat is een heel... dit is een cultuur wat je moet ontwikkelen. Ik zie het in de Bijbel dat ze dat deden. Bidden en vasten en God sprak... En dan ontstaat wat wij vandaag noemen de eerste zendingreis. En ze ging bidden en vasten weer en toen liet ze hun gaan. Het is deel van hun cultuur. En ik denk dat wij, mijn moeder, die zei aan mij toen ze de eerste keer hoorde, dat klinkt me zo oud-testamentisch. Weet je? Maar Jezus zegt, wanneer nu is de bruidegom bij ons, nu vasten niet, maar wanneer de dagen zal komen, wanneer de bruidegom weg is, en dan zullen ze vasten. Ja, wij hebben een studie over Gods stem begrijpen in gebed. Voor alle groepsgebeden hebben we eigenlijk ook zulke avonden wat we daarover doen. Dus als je daar belang bij hebt, stuur me even jouw e-mailadres. Dan kunnen we jou die Bijbelstudie opsturen. Dit is te weinig tijd om dat uit te leggen. Maar ik wil bemoedigen, ga bidden en vasten. Richard vertelde het al, wij hebben iedere avond bij elkaar gekomen. Groepsgebeden, bidden met elkaar. Iets praktisch. Vasten. Ja, je krijgt 3 soorten vasten, zoals ik het begrijp. Je krijgt een absolute vaste, dat is helemaal niets. Niets drinken, niets eten. Je ziet dat Paulus deed dat na zijn bekering, 3 dagen. Ja, het lijkt of Mozes dat op de berg heeft gedaan, maar dat is natuurlijk in de directe tegenwoordigheid van God. Dit is, ik denk niet dat je dat ooit langer dan 3 dagen moet doen, want dat is gevaarlijk verder. Ja? Dan krijg jij een gedeeltelijke vaste, zoals uit het boek Daniel, wat hij bijvoorbeeld alleen groente en wijn en al die dingen laten staan. Dit is iets, wij proberen een cultuur te ontwikkelen van vasten. Als wij gebed en vasten hebben, dan vragen we ook onze kinderen om mee te gaan vasten. Maar wij zeggen hun, kies jij iets, kies jij eens dingen wat jij zegt, dit wil ik opofferen
voor deze week, ik ga geen snoep eten. Ik ga geen, als je televisie hebt, geen televisie, ik ga geen computer spelen of zoiets. Ik ga het helemaal omdat ik voor de Heer wil bidden. En zo leren de kinderen dat al dan. Sommige mensen houden daarvan, een gedeeltelijke vaste. Je eet één sobere maaltijd per dag en heel veel water of zo. Ik hou zelf van gewone vasten. Gewone vaste nesteia betekent niet eten, dus alleen water. Want ik voel als ik, voor mijzelf, als ik gedeeltelijk vast, dan blijft mijn lichaam honger. Terwijl als ik ga liggen water drinken, dan zeg ik, je hebt niks verder te zeggen, ik wil niks van je horen. Weet je? Dus je hebt dat geoefend en dan heb je in de eerste 5 dagen is er altijd 1 vreselijk moeilijke dag. Waar je denkt van, ik ga zeker weten, kom ik om. Weet je wel? Maar als je die dag door is, daarna is het voorbij en je voelt je lekker en je denkt, eten is voor de vogels, ik hoef niet meer te eten. Maar ja. Ik heb het zelf pas 4 dagen gedaan. Toen werd ik 's ochtends wakker met een hartslag van 110 of zo. Ja, maar misschien wil God tot je spreken. Ja, maar toen ben ik gestopt. Want ook werken natuurlijk, ik heb ook mijn werk. Snap je? Je moet het met Gods leiding doen. Maar ik heb mensen gezien vasten langer, veel langer dan dat. En voltijdse werk. Ik heb zelf ook, ik heb een paar keer 21 dagen gevast. Grote wonderen beleefd daardoor. Echt waar. Ik vertelde van in mijn boek. En ik merk, van dag 4 was het voor mij tot dag 17. Nou, ik had net zoveel kracht als... Ik hoefde gewoon niet te eten. Ik kan het niet anders omschrijven. Maar het ligt een beetje aan jou... Dus heel persoonlijk. De ene lichaam kan het. Mijn vrouw houdt helemaal niet van vasten. Van een andere oudste houdt zijn vrouw er weer van. Hij helemaal niet. Weet je wel? Ik dacht, zoals toen werd ik wakker en ik ging lopen. Ik voelde, ik denk, ja, dat gaat. Weet je wel, dat is gevaarlijk. Omdat je niet, ja, je bent maar onderweg. Tenzij jij zelf al medicijnen hebt en zulke dingen, weet je wel, dan moet je wel. Maar als jij verder gezond bent, dan is het meestal, het is gevaarlijk voor de duivel als jij gaat vast, niet voor jou. Ja, de medische wetenschap zegt ook dat het heel gezond is. Een gewone vaste kan je doen tot 40 dagen. Voor mij was het, de Sending School waar ik in Zuid-Afrika naar ga, die begon met een 10 dagen vaste en die eindigde met een 21 dagen vaste. Weet je wel, en het was heel radicaal. Maar ik heb de eerste 10 jaren dat ik in Europa was, heb ik gemiddeld 40 dagen per jaar gevast. Weet je, en nu hebben we binnen ons gemeente, vasten we tenminste 2 keer per jaar. En wij proberen ook, soms heb je een nacht van gebed. 24 uur gebed, dat je 1 groep van de andere 2, je bent 2 uur lang. En de mensen die zijn er gek op. Ja, want ze dan ervaren ze dat God dingen doet. Dat, ik kan het niet anders zeggen. Maar wij hebben het hun moeten leren. Zeg. Kan je ook doen. Maar je moet daarin je door God laten leiden. Ik ken, dat zijn mensen die voor God werkten, mannen Gods. Die hadden de gewoonte, 1 dag per week vasten ze. Ik hou niet ervan. Ik hou liever van 1 keer en dan langer. Nee, of 3 dagen, 5 dagen, 7 dagen, 10 dagen, 15 dagen, 21 dagen of zo. Het ligt eraan waarvoor. En zou je het gezamenlijk doen? Of is het, weet je, er zijn mensen die zeggen, Matthäus 6, het moet altijd in het verborgene, tenzij echt bij de Heer het uitzonderlijk leidt. Ga je er mee om als je het in gemeente doet? Nou, ik denk van, kijk, als we het gezamenlijk doen, dan doen we het gewoon gezamenlijk. Dus wij doen er gewoon niet moeilijk over, maar we hoeven het ook niet groot. Ik hoef nu aan iedereen te gaan vertellen waar ik kom, ik ben aan vasten, weet je wel? Maar het is ook niet dat ik zo angstvallig erover hoef te doen. Wij doen het gewoon. En als we binnen de gemeente dan vraag ik ook van jongens, wie doet er deze week op een of andere manier mee? Weet je, en wij, als je cultuur daarvan ontwikkelt, dan merk je dat, want mensen gaan zien dat er antwoorden komen. Wij hebben echt als gemeente, wij hebben grote doorbraken door vasten beleefd. We hebben 2 keer beleefd dat God ons een gebouw gaf. Nou, weer eens, dat is te lang om nou te vertellen. Ik vertel die verhalen in mijn boek. Nee? Dus als je hem wil hebben, dan kun je Arjan ondersteunen en die kosten van die boek betalen. Weet je? Ja. Maar ik kan het alleen bemoedigen. Ik denk dat wij als wij dit werk wil gaan doen, dat wij moeten gaan bidden en vasten. Het moet deel van onze cultuur worden. Dan gaan we landen innemen, nieuwe gebied.
Ja, maar ik denk dat dat is ook gewoon iets wat helemaal uitgesleten is, zeg maar, wat men helemaal niet kent in de traditie, zeg maar. Het hele vasten, dat is eigenlijk een totaal onbekend gebied. Ja. Maar ik denk dat er heel veel onbekend is geworden. Heel veel. Ja. Ik heb al laatst een boek gelezen over in Noord-Korea, die man ging vasten. En echt daadwerkelijk de stem van God worden. Gewoon tijdens het vasten en bidden. Ja. Ja, maar wij hebben echt heel veel antwoorden. Ik heb het gevoel dat zoals in Jesaja 58 staat, vasten ze verkeerd. Toen zeggen, is dit niet heden om mijn stem te doen horen in de hoge? Ik heb het gevoel van, God heeft gebed als wapen gegeven. Hè? God zegt, bid. Hè, en gij zult ontvangen. Nou, ik heb het gevoel van, als ik bid, wordt mijn stem gehoord. Maar als ik ga vasten en bidden onder Gods leiding, dan is het of God mij een microfoon geeft in de geestelijke wereld. Die gevoel krijg je. Want jij zegt eigenlijk, zeg je heren, al die dingen waar ik een recht op heb, eten en drinken, is mij niet zo belangrijk als uw werk. En ik wil niet mijn wil proberen afdwingen. Wij zoeken uw wil voor deze situatie. Dat is wat wij zoeken. En ik vind dat God dan grote dingen gaat doen. En ja, het is gewoon het bouwt je geloof. En ja. Pas je door dat je een antwoord hebt? Ik heb meestal dat ik een afspraak met God al voor die tijd maak en dat ik dan weet, zo lang ga ik doen. Okay. Weet je, want ik hou niet van vast te breken. Wij hebben één keer, toen waren we net in Nederland en toen zijn we begonnen met die Bijbelschool, die zendingsschool. En toen kwam er iemand en we waren aan vasten en die zegt, hij gaat ons heel veel geld geven, 20.000 gulden of zoiets, weet ik veel, voor het begin van die. En wij waren heel blij. We denken van, nou, je zit echt, je hebt niks. Je hebt een koffer in je hand. Hey, onze gebeden zijn beantwoord. Wij hoeven niet verder te vasten. En we hebben de vasten afgebroken. Wij wouden een week vasten, na 5 dagen of 4 dagen afgebroken. En wat bleek, die mensen probeerden controle over ons te krijgen. Dus toen moest ik naar hem toe gaan, toen ik dat besefte en zeg, wij dank je wel voor je aanbod, maar we willen je geld niet hebben. Even, dus dat, en toen heb ik alles gezegd, waarom hebben we de vasten afgebroken? Maar je wil vasten ook niet, vasten is niet iets wat je zelf besluit uit de vlees. Want ik had een keer, dan denk je van, je moet ze zeggen, ik heb al 40 dagen gevast, weet je wel. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik ga 40 dagen vasten. Dus ik begin vasten, maar jongen was het moeilijk. Oh. Iedere dag, niet één dag, iedere dag was moeilijk. En ik was bij dag 6 of zo. En ik las dat tekst van Elia, die vluchtte voor de Heer naar het berg Horeb. En hij ligt daar onder die struik. En de engel komt bij hem en zegt, sta op en eet, de reis is te lang voor jou. Ik heb nog nooit zo heerlijke vasten gebroken. Sorry heren, dit is uit de vlees wat ik dit wou doen, snap je? Terwijl ik een paar keer 21 dagen echt zonder problemen bijna heb gevast. Ja, maar je moet het je door God laten leiden. Ja? Ik weet niet, de tijd is eigenlijk. Ja, er zijn nog vele vragen. Hoe kan je voor. Wacht even. Is het. De duivel zit nooit stil bij een nieuwe kerkplanting. Dikwijls komen er oneenigheid over allerlei leerstellige zaken. Hoe moet men omgaan met christenen die bepaalde leerstellingen overbeklemtonen? Bijvoorbeeld geestesgaven, tongentaal, in de straat bidden met mensen, genezing, eindtijdtheorieën. Ja, en ook die vraag die erbij past is, hoe kan je voorkomen dat de nieuwe kerkplanting uiteindelijk bestaat uit een groep van gefrustreerde mensen die allemaal hun eigen stokpaardjes en rugzakjes inbrengen in de nieuwe gemeente? Nou, ik denk wat heel belangrijk is, spreuken 29, even kijken. Even kijken de tekst dat ik nou zoek van Spreuken 29. In de NBG stond, waar geen visie is, verwildert het volk. Je kent die tekst? Waar geen visie is, verwildert het volk. Even kijken.
Maar wat het bedoelt, dus als mensen hun eigen dingen brengen, is het heel vaak omdat er geen duidelijke visie is van wat wij willen. Dan wil iedereen wat, dan is het weer die tijd van richteren, er is geen duidelijk. Daarom is het zo belangrijk om een team te hebben met een leider en met een leiding van waar je naartoe wil. Wij zeggen, dit is wat we willen en dan kan mensen zelf bidden, is dit iets wat zij voelen, maar hier wil ik mij voor geven. Hier wil ik mij voor geven. Ja, ik denk wij moeten mensen, moet ik even terug naar die vraag. Wij moeten mensen gaan leren, wat is de visie? Dus wij hebben echt een visie, studies, avonden, wat we willen doen. En dan ook een bemoedigen, ga door ons Bijbelschool. Dan gaan we al die thema's bespreken. Ik denk het probleem komt weer eens in dat organisatorische denken. Dat men eigenlijk denkt men dus over de kerk niet als organisme of familie, maar denk aan een vereniging van gelijkdenkende mensen. Daarom word jij stellig in jouw leer. Jij moet allemaal deze leer hebben. En kijk, wat kan je toelaten binnen een gemeente en wat niet? Die vraag moet uiteindelijk beantwoord worden door de oudste verantwoording daarvoor kan nemen. Want zij gaat voor God verantwoording afleggen. En daarom in het begin, als je gaat starten, is het, denk ik, je ziet in de Bijbel, er zijn meerdere methoden om te starten. En dat gaan we morgen naar kijken vanuit de Bijbel, hoe dat is gebeurd, hè, in handelingen. Maar daarom is hulp van buiten, kan zo'n bescherming geven. Kan zo'n bescherming geven, want jij, dan komt daar rust. Dan komt daar rust. En dan gaat vanzelf ook duidelijk worden, wie moet dit gaan leiden en wat wordt hier geleerd en wat niet. Ik denk dat wij veel te veel, daarom maken we statutes en we hebben en daar stellen we onze vertrouwen in. Maar stel ervoor dat er iemand is die gewoon even in het meest uiterste geval de alverzoeningsleer wil inbrengen bijvoorbeeld. Hè? Dus, uiteindelijk... dus zeg maar een echt onbijbelse leer. Nou ja, precies. Wat moet je dan doen in zo'n geval? Nou, het ligt eraan waar zo'n persoon, wat voor rol heeft die persoon? Dat is mij de eerste vraag. Ja. Maar jij bedoelt dus bij een startende groep. Ja, ik probeer het toch in de gemeente wat... Nou, ik zal als leiders, als die kerngroep, de leiders, zo met zo'n persoon een gesprek hebben en zeg, luister, maar dit is niet wat wij hier willen. Dus je kan het niet bij ons hier dit gaan leren, want dit vind ik echt niet een Bijbelse leer. Dus maar je... Dat is niet een Bijbels, dat is even denk ik allemaal goed. Wat? Ja, precies, maar... Nee, je zegt, dat is het kantelpunt van het nieuwe Bijbels, dat betekent dat ze echt het kern van het evangelie aanraken. Ja. Ja, ja. Dat blijkt uit je statuten. Ja. Nou, ja, de Bijbel plus niets en de Bijbel minus niets. Ja. Nee, maar je hebt toch een aantal algemene christelijke geloofswaarheden die je gaat beschermen. Daar kom je niet omheen. Wij komen er al 18 jaar omheen. En ik ken gemeentes ook, wij komen er al 18 jaar omheen. Ik ken ook gemeentes... Nee, maar ik ken ook gemeentes in Nederland die dat niet hebben. Ja. Dit is een keuze. Ik denk dat gewoon de verwarring als het gaat over het Messiaanse, of laat ik zo zeggen, het Sabbat vieren, Sabbat gaan vieren, dat ja. Wel best wel een her en der een beetje speelt, toch? Ja. Maar wat moet je doen? Prima om dat te doen, maar dan niet in de gemeente leren. Ja. Welvaartsvereniging, dat is voor Nederland ook wel, dat groeit steeds meer. Ja. Wat zeg je? Welvaartsvereniging. Dat is al heel oud. Ja, weet je. Dat is al achterhaald, dacht ik. Nee, maar goed, ik ken het uit Zuid-Afrika. Die Sunday School waar wij origineel naartoe gaan, was een messiaans beleide Jood die daarop heeft tegen gereageerd. Want het was heel sterk in Zuid-Afrika. Van jouw geloof werd gezien aan de grootte van je auto. Weet je wel, dit is ja, zo ongeveer van als iemand, oh kijk, maar die van dikke Mercedes, dus zijn geloof is heel groot. Totdat iemand zegt, ja maar wacht even, wat van die landen waar vervolging is, hun geloof is veel groter dan onze. Waar heb je over? Weet je, en dan hebben we gezien, maar dit is eigenlijk, je begint eigenlijk een andere Jezus te verkondigen. Maar nou moet ik zeggen dat in Zuid-Afrika, die kerken die dat toen verkondigden, zijn heel veel van hun zijn teruggekomen. De balans is echt terug weer in. Misschien slaan ze af en toe in, snap je, omdat het voor een tijd was. Ik denk van, wij moeten waarheid preken.
Wij moeten waarheid preken. En uiteindelijk, als ik kijk voor onze gemeente. Wij hebben nou... Dus als iemand naar ons toe komt en hij zegt... Ja, maar ik vind jullie preken... Jullie moeten rijkdomstheologie. Ze zeggen, jongen, wij preken rijkdomstheologie. Niet jouw armoedige rijkdom die hier weer verloren gaat. Wij preken de eeuwige rijkdom die nooit verloren gaat. Ja, weet je, dit ding is... Je hebt volwassen christenen nodig... Dat we niet meer door iedere wind van leer heen en weer gegooid worden. Dat moeten we voor zorgen. En daar moeten we discipelen maken. En daarom voor die opleiden binnen gemeentes, dat is zo belangrijk. Maar dat zeggen ze natuurlijk in al die stromingen ook. Van, die hebben ook allemaal soorten bijbelscholen. Dus dan ben je een startende groep. En welk leiderschap of welk apostolisch team moet je dan kiezen? Want we zijn er door. Heb je dan de bijbelkoers niet, maar dat... Dat hebben we ook alweer meer. Dat we dat op allerlei stromingen hebben. Maar ik denk jij moet, dat moet je zelf je laten leiden. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Want jij... Zeg je? Het begint met je visie. Ja, en dat je zelf weet van... Kijk, weer eens. Dit hele model. Deze hele model. Werkt op twee dingen. Duidelijkheid en vertrouwen. Wij gaan niet met een team of met mensen samenwerken... Die wij niet vertrouwen. En als zij niet duidelijk zijn waar ze naartoe willen, dan gaat het vertrouwen weer ondermijnen. Wij van onze gemeente, wij zijn duidelijk wat we in geloven en waar we naartoe willen. Maar wij zijn niet wetticistisch of dogmatisch. Maar wij zijn wel duidelijk. Dus wat is duidelijk? He? Ik zeg van, in Christus ben je dood. Dus ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd in wat je vlees wil. Je bent dood. En wij zijn al, ik ook. Ik ben ook niet geïnteresseerd in wat mijn vlees wil. Wij zijn bij het kruis. Zijn we zo één als kan komen. We zijn allebei dood. Toch? Ja. Nou. En dan van dat als uitgangspunt. Dan gaan we kijken. Dan gaan we verder kijken. En we gaan samen Gods wil zoeken. En de bescherming ligt erin. Het gaat, al is er iemand die vooraan gaat. Ik bij ons gemeente heeft God mij geroepen om dat te doen. Maar weet je hoe God mij riep? God zegt niet, ik wil dat jij hier gaat. Hier. God zegt, heb jij mij lief meer dan al deze? Ben jij bereid om meer dan iedereen jouw leven voor mijn schapen neer te leggen? Dus wij zoeken duidelijke, dienende leiderschap. Dus als de trompet duidelijk is, dan, kijk, voor mij is het een groot compliment. En het is vaak gebeurd dat mensen bij ons gemeente komt. En ik weet, als ik ergens ben, ik ben aanwezig. Het is mijn karakter. Maar als mensen komen, 3 weken geleden kwam een vrouw bij mijn vrouw en ze zei, ja, hey, ik wil dit en dit graag in de gemeente doen en helpen en zo. En toen zei ze, ja, ga praat maar met Eddie erover. Ik zeg, wie is Eddie? Nou, het is voor mij de grootste compliment is iemand daar komt en zegt, ik kon niet zien wie het was. Maar aan de andere kant komt als mensen komen en zeggen, weet je Eddie, als ik jullie oudste team zie, voel ik mij ontzettend veilig. En dan denk ik, dat is wat wij willen hebben. Maar zijn we al volkomen, nog lang niet. Maar wij groeien en we zijn niet bang onze verantwoording te nemen. Dus als iemand met een leer komt, als daar een leer komt, de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. En behoudt het goede. Dus je gaat, wat is dat woord? Anacrino is beoordelen. Dus je gaat uit elkaar trekken. Je gaat uit elkaar trekken en je komt tot een oordeel. Dit is niet goed en dit is goed. En ik ben dan ook niet bang om te staan voor wat ik in geloof. Maar ik wil niet aan iemand zeggen, oké, je bent gedood aan de kruis, maar nu word je heilig door regels. Want dat kan niet. Kijk, als nou kan we een onderles gaan. Het kruis geeft jou de kracht om nee te zeggen. Ja? Maar het geeft je niet de kracht om ja te zeggen. Nou moeten jullie even nadenken. Dat doet de geest. De geest geeft ons de kracht om God te gehoorzamen. En daarom moeten wij leren om ons door de geest te laten leiden. En dan kan ik niet, ik kan iemand zeggen, ja ik ben gered, ik ben dood aan die kruis. En nou ga ik heel hard proberen, je kan het niet. Maar de geest geeft leven en ik leer om hem te gehoorzamen. Ik word veranderd en ik word geleerd. En dan komt een leer. Dan komt altijd weer een leer. Dan ga ik leren om testen. En het mooie van dit model is,
De duivel komt met een leer. In deze model, de katholieke model, moet hij bovenin komen. Kom hij bovenin en gelijk is alles vervuild. Ja? In deze model moet hij bij iedere gemeente inkomen. Want iedere gemeente is autonoom beschermd door een oudste. En dat vind ik het mooie. Iemand kan met een iets komen wat niet de waarheid is. Dan gaat het niet blijven staan. Gaat niet blijven staan. Ze zegt, oh, ik heb dit een geweldige nieuwe openbaring. Nou, laat me horen. En dan gaan we testen, want de geestelijke mens beproeft alle dingen. Dus ik ben daar niet bang voor. Weet je, en uiteindelijk kan ik niet aan jou zeggen, ja, jij moet met die groep gaan meewerken. Want jij bent verantwoordelijk voor wie je mee gaat meewerken. Jij gaat niet één dag voor God kan staan en zeggen, ja, Eddie heeft dat gezegd. Dan zeg ik, wow, 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 wow. Snap je? Maar ik zoek mensen om samen te werken die ik kan vertrouwen. En die duidelijk is, maar dit is waar we naartoe willen. Er zijn niet heel veel pelotons met apostolische teams waar je uit kunt kiezen van, doe maar eentje. Nee, maar dat geloof ik ook niet. Dat, nee, denk, het is moeilijk om te winnen dat soort mensen. Nee, maar dat denk ik. Maar ik denk, dit is en de reden daarvoor is, dat dit is een van de werken die God pas de laatste jaren heeft hersteld in zijn gemeente. Want net zoals door de donkere middeleeuwen was bijna alles weg. He, door de duivel, door de institutionele kerk, geroofd, gedood. En langzaam bracht God alles weer terug in zijn gemeente. Zendingwerk, de doop, noem maar op. Plaatselijke gemeente, dat was er allemaal niet. Maar ook dat idee van een team van Efeze 4, wat zegt van apostelen, profeten, herders, leraars, evangelisten, die de heilige toerist tot dienst bedoelt, totdat wij alle gekomen zijn tot de volkomenheid, tot de volwassenheid van het lichaam van Christus en niet meer heen en weer geslingerd wordt. Dus ik hoop ook, ik bedoel, dit is een van de vragen die wij met Arjan hebben, moeten wij nu hier, is het iets om zelf zoiets te gaan oprichten voor Nederland? Een platform? Ja, ze snakken naar een geestelijk volwassen apostel die hen bijstaat in de gemeente. Ja, waar je samen kan werken. Want nou moet je ook even, omdat ik besef dat veel is het misschien nieuw voor jullie, maar als jij denkt, deze team, ik heb het met opzet met zulke, niet een doorgetrokken lijn, maar dit is niet een organisatie. Die een waar wij bijvoorbeeld samenwerken, daar zitten 300-400 mensen of 500 mensen al middels op wereldwijd, maar ze hebben niet eerst een hoofdkantoor. Ze zitten allemaal zelf in een plaatselijke gemeente. Ik zit zelf op die team en ik help andere gemeenten. Snap je? Maar ik onderwerp mij in ons gemeente aan ons hele team en ik onderwerp mij in dat team ook aan die leider en als mijn rol als oudste in ons gemeente aan die wij voelen die God heeft gevraagd om ons als gemeente te helpen. Dus dat je ook onder gezag bent. Ja. Jullie hebben ook een apostolisch team. Ja. Ja. En als je een fout maakt met een eentje die mogelijk een schuilkleur is? Op welke, met wat je binnenhaalt? In het team. Nou kijk, dat is het mooie. Dus, ja, maar bedoel je in het oudste team? Of bedoel jij in van buiten in een apostolische team die jou helpt? Hoe bedoel je dat? Nee, het oudste team. Dus jij haalt in het oudste team binnen en je ontdekt van, oh, dit was een fout. Dit is waarom Paulus aan Timotheus zegt, leg niet te snel de handen op, want anders heb jij deel aan de zonde van die persoon. Want jij hebt voor de mensen gezegd, ik geloof dat God deze persoon roept tot deze taak. Jij hebt het bevestigd. Ja, dat klopt. Maar dat is gebeurd. En dan? Ja, dan zit je met een probleem. en om dat op te lossen is moeilijker om te doen. En daarom is nog een reden in die kwetsbare tijd dat ik vind, ik wil van buitenaf bevestiging krijgen. Ja, maar goed, dat is allemaal gebeurd. Dat weet ik dan. Hoe lossen we dat? Dit is... Ik wou dat ik jou zo een antwoord kan geven en zeg van... Nee, maar ik denk het moet wel opgelost worden. Dat is absoluut. Maar ik zou dan... Als ik met een team werk, zeg maar eens bij ons, dan zou ik dat team weer erbij halen.
Ik zou niet zeggen, ik ben leidende oudste hier en ik wil niet meer met jou werken. Want dan gaan de mensen zeggen, oh, Eddie wil ook alleen maar doen wat hij wil. Dat team van buiten. Ja, want zij hebben verantwoording, mede verantwoording daarvoor. Zal ik absoluut erbij halen. En zeg, dit moeten we oplossen, jongens, want dit werkt niet. Ik zal de bul bij de horens pakken. Op welke fronten moeten de oudsten één zijn? Op alle fronten. Als ze dat niet zijn? Dan zoeken ze de Heer tot ze één zijn. Nou, ik zal het zo zeggen. Onder oudsten kan je ook verschillen hebben over zulke dingen. Maar wij gaan samen. Jij bent niet, als oudste, als je niet je eigen mening onder elkaar kan hebben, dan ben je in een secte. Ik wil niet oudsten naast mij hebben die niet hun eigen hart en mening kan spreken. Ik wil dat ze echt, want wij vragen ook als we zaken hebben, dan zeg ik, wat voel je, wat zegt je hart? En ik kan vaak veel beter horen bij een ander of het van God is dan bij mezelf. En zo checken ze mij weer. Maar wij gaan samen zoeken en als we niet eens zijn over iets, gaan we ook niet naar buiten treden. We gaan eerst aan zoeken, dan gaan we kijken, waarom ben jij niet, waarom denk je er anders over? En kijken of we dat kan ontdekken, want vaak uit de waarom komt ineens de oplossing. Maar als je dan naar buiten treedt en je hebt toch een besluit, iets zelfs als zeg, nou, ik weet het niet zeker, dan kun je zeggen, maar goed, wij moeten nu een besluit nemen, kan jij samen met het team staan? Want naar buiten gaan we zeggen, wij hebben deze beslissing genomen. Wij. En als het iets echt serieus is waar wij van zeggen, jongens, hier komen we echt niet uit, ja, dan zou ik ook zelfs weer daar van buiten hulp bij halen om het te proberen oplossen.